Beste dorpsgenoten, beste mensen, welkom allemaal en fijn dat jullie vanavond naar deze uitzending kijken om samen met elkaar, met ons hier vanuit de Eelde Dorpskerk te herdenken. Vanwege corona kunnen we helaas niet samenkomen en vandaar dat wij voor deze uitzending hebben gekozen om toch met elkaar in het dorp te kunnen herdenken op 4 mei. Want zoals u weet, op 4 mei herdenken wij in Nederland elk jaar alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland of elders in de wereld het leven hebben verloren in oorlogs- en vredessituaties. En we hebben gemeend dat ook dit jaar hier te moeten doen, ondanks het feit dat we niet samen kunnen komen. En in het bijzonder willen we met u en met jullie stilstaan bij die mensen die in ons dorp in die tijd hun leven hebben verloren. We denken aan die mensen die zich hebben verzet tegen het regime dat hier gold, de bezetters tegen wie ze zich hebben verzet. We denken ook aan de mensen die onderdak boden, aan mensen die werden bedreigd. Maar we denken ook aan mensen die simpelweg het leven verloren in deze oorlogssituatie. En we hopen ook vanavond met jullie stil te staan. En we gaan dat ook doen. We zullen stilstaan ook bij de geallieerden die ons dorp hebben bevrijd en daarbij ook het leven hebben verloren. We doen het uiteraard niet alleen. We doen dat samen met mensen uit ons dorp. We doen dat samen met mensen die hun steun en hun bijdrage vanavond zullen leveren. En we hebben dat vanochtend vroeg eigenlijk al gedaan. We hebben die mensen die in ons dorp het leven hebben verloren herdacht. We zijn begonnen daarbij door met de burgemeester Marcel Thijssen bloemen te leggen bij het oorlogsgraf van Stoffer Holtje. Een verzetsman uit ons dorp waar we jaarlijks ook een krans leggen. Maar we zijn niet alleen daar geweest. We zijn ook op andere plekken geweest in ons dorp waar we stil hebben gestaan bij mensen die in die tijd het er niet goed van af hebben gebracht. We zijn geweest bij de duinen waar Derkje Meijer en Hans van Hessen hun daden met de dood hebben moeten bekopen. We zijn ook geweest bij het Lenkerstenmonument in Eelderwolde. Aan de noordrand staat een mooie steen. En ook daar zijn we samengekomen, hebben we bloemen gelegd en afsluitend zijn we bij het Kluivingsbos geweest. En ook daar zijn we samengekomen en hebben we de eer gegeven aan hen die dat verdienen. En we hebben het niet alleen bij die monumenten gedaan, maar we hebben het bij alle mensen die uit ons dorp het leven hebben verloren een bloem gelegd. De oorlogsgraven die hier op de begraafplaats dichtbij gelegen zijn, hebben we bloemen gelegd. En we hebben dat ook gedaan bij iedere dorpsgenoot die in die tijd het leven liet. We deden dat ook eerder. We hebben dat eerder mogen doen op 13 april, de bevrijdingsdag van ons dorp. We zijn samengekomen met alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de 7 basisscholen die ons dorp rijk is. We hebben daar met hen gesproken over wat er bij die monumenten is gebeurd. Het ene monument is het monument in de duinen geweest. We zullen daar zometeen een passend verhaal ook over horen wat daar precies is gebeurd. En een ander monument is het Lenkerstenmonument aan Eelderwolde. Ook daar zijn we met de scholen samengekomen om ook aan die leerlingen te vertellen wat er hier in het dorp heeft plaatsgehad ten tijde van de oorlog. Nu naar vanavond. We gaan zometeen met dorpsgenoten in gesprek. We gaan een verhaal horen. Anneke Schootstra zal het verhaal vertellen van de duinen. Ernst Arbouw zal als journalist en schrijver, ook een dorpsgenoot, die het verhaal van een tweetal Canadese soldaten die hier gelegerd waren tijdens de Tweede Wereldoorlog vertellen. We sluiten het programma af met burgemeester Marcel Thijssen. En we hopen op die manier met u een passende herdenking te kunnen organiseren in de opmaat naar de 2 minuten stilte om 8 uur. Wij vinden het namelijk belangrijk te blijven beseffen dat wij hier in Nederland in vrijheid en ook in ons dorp in vrijheid mogen leveren waar overal elders in de wereld grote spanningen zijn. De vrijheid en de democratie die wij kennen, die is niet een gegeven. We gaan nu luisteren naar Mark Pepping en hij zal voor ons zingen het lied Of het nu helpt of niet. De wereld is nog net zo'n zwijnenstal als toen. En toch hou ik die drang om er iets aan te doen. Ik zou zo graag iets doen aan honger en verdriet. Ik doe wat ik kan, of het nou helpt of niet. Het streven naar geluk, naar zon in het verschiet. Ik doe wat ik kan, ik stop het in een lied. Het is geen gebalde vuist, het is geen dynamiet.
Ik doe wat ik kan, iets anders kan ik niet. La, 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 la. Wat woorden op muziek, wat woorden zonder meer. Het is door de jaren heen mijn enige verweer. Ik ben geen lieve heer, ik ben geen hoge Piet. Ik doe wat ik kan, ik zing gewoon een lied. La, la, la. Het is niet veel, maar toch geloof dat maar van mij. Zo dikwijls brengt een lied de hemel dichterbij. Het maakt van een woestijn een lommerrijk gebied. Ik doe wat ik kan, of het nou helpt of niet. De nacht is lang en zwart, het regent dat het giet. Ik doe wat ik kan, ook als geen mens het ziet. Het is niet modieus, het is niet hypocriet. Ik doe wat ik kan, ik zing gewoon een lied. Ik zou zo graag iets doen aan honger en verdriet. Mark, neem plaats, kom verder. Ontzettend fijn, Mark, dat jij en Vera hier vanavond zijn. Een mooi lied dat je net hebt gezongen voor ons. Dankjewel. Toen we jou vroegen of je aan deze bijeenkomst mee wilde werken, zei je meteen, ja, dat doe ik graag. Waarom heb je daar zo op gereageerd? Nou, in eerste instantie omdat ik het sowieso heel eervol vind om te doen. Ja, en dat het belangrijk is ook dat dit gewoon blijft. De 4 mei, het herdenken en... ook op lokaal niveau. Ja. Dus dat in eerste plaats. En heb je zelf ook iets met herdenken? Hoe deed je dat in voorgaande jaren zelf? Nou, bij ons thuis vroeger sowieso altijd de Dam. De herdenking op de Dam. Ja, was altijd, en dat vond ik altijd heel indrukwekkend. Sowieso die 2 minuten stilte. Ja, en dat doe ik nog steeds. En de laatste paar jaar gaan wij altijd, ik met mijn partner, naar Kamp Westerbork herdenken. En dat is heel indrukwekkend. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En dit jaar kan het allemaal niet. Dus we zijn heel blij dat jij en Vera met elkaar hier samen te kunnen doen. Ja. Je hebt daar een aantal nummers voor uitgekozen. We worden net het eerste nummer. Kun je iets over die keuze zeggen die je hebt gemaakt om deze nummers te nemen en vanavond voor ons te zingen met elkaar? Ja, nou het liedje Of het nou helpt of niet, dat is origineel van Jenny Arian. Ja, en dat hoorde ik vorig jaar voor het eerst. Mm-hmm. En dat sprak me enorm aan in de situatie van de coronacrisis. En dat was in die periode dat er heel veel demonstraties waren en mensen ontevreden en boos. En toen hoorde ik dat nummer, dat spreekt me heel erg aan. En een paar weken terug was de herdenking van de bevrijding van Kamp Westerbork. Mm-hmm. Dat was bij de NOS, is dat uitgezonden. Ja. En daar sprak een rabbijn uit Rotterdam. En die vertelde zijn verhaal dat hij gedeporteerd is naar Bergen-Belsen. Als jongetje, ik weet niet precies hoe oud, maar een peuter. En dat hij met zijn moeder in een vrachtwagen vanaf het station Bergen, voor het kamp 2 uur moest rijden tot het kamp. En tijdens die rit begonnen die moeders met die kinderen te zingen. En dat verhaal geeft me zo aan. Toen dacht ik, ja, hoe erg het ook is. Dus mensen blijven altijd zingen. En dat zit toch in ons of zo. Dat is heel apart.
En denk je dat dat een verbindende kracht is of dat het je moed geeft? Dat het je... Wat is die muziek dan voor jou? Wat doet muziek op zo'n moment, denk je? Nou ja, sowieso dat het verbindt. En dat merk je ook met groepen of dat mensen graag bij elkaar zijn. Maar ook dat het je verlichting kan brengen. Ook al kun je niet zingen, iedereen kan zingen en niet iedereen kan mooi zingen. Ja. Maar ik denk als je durft te zingen, als je je heel erg slecht voelt of wat dan ook, dat dat verlichting brengt. Sowieso. Mooi. En dus ook steun. Ook steun, ja. En steun. Je zult straks nog met Vera een duet gaan zingen. Ja. En aan het eind zal Vera nog een mooi nummer zingen, What the World Needs Now. Kun je daar nog iets over zeggen, waarom je juist die twee nummers hebt? Eén heeft net een wat lichtere toon. Ja. Steun op mij. Ja, nou, What the World Needs Now, dat vind ik... dat was toen natuurlijk zo, dat de wereld een beetje liefde en... dat je elkaars verschillen durft te omarmen. Dus dat is denk ik van alle tijden. Nu is dat ook en dat was toen ook en dat zal altijd zo blijven. Dat we toch verder komen als we een beetje lief zijn voor elkaar. Ja, dus de boodschap is, wees ook aardig naar elkaar. Precies. Ja. En zorg voor een wij in plaats van jij en ik, zeg maar. En leun op mij, dat is als je... iedereen heeft iemand nodig. En... zeker in tijden van of dat je een herdenking hebt, dan ook. Dan je herdenkt met elkaar. Ja. En daardoor praat je ook met elkaar over de Tweede Wereldoorlog in dit geval. Mm-hmm. Het geeft mij altijd het gevoel dat het verbindt. Dat je dat met elkaar doet. Absoluut. Je vertelde het er straks, achter de coulissen zal ik maar zeggen, al dat je koordirigent bent. En dat je met die koren ook niet samen kan komen. En ik geloof ook dat dat ook de kracht is van de muziek en ook van de stukken die jullie... vanavond nog gaan brengen en het lied dat je zojuist al hebt gezongen. Ja. Ontzettend fijn nogmaals. Dank voor jullie inbreng vanavond. Ik denk echt dat we dat ook nu nodig hebben. Heel graag gedaan. Ontzettend fijn. En we zullen straks nog meer van jullie horen. Dankjewel. Dankjewel. En als nu naast mij komen staan Anneke Schootstra. En Anneke Schootstra is een verhalenvertelster. Zij heeft vorig jaar samen met het Vertelgenootschap uit Eelde, met de historische vereniging van Ol Eel, een 13-tal verhalen geschreven op een aantal gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog die in ons dorp hebben gespeeld. En zij zal zo meteen het verhaal vertellen van de duinen. Boerderij de Duinen. Randje Vosbergen. Een prachtig gebied. En een mooi boerderijtje in een haast idyllische omgeving. In de oorlog was dat wel anders. Jan en Derkje Meijer woonden er en ze boden onderdak aan Hans. Een jonge vent... Gymleraar, vol passie, dromen, toekomst, dacht hij, en Jood. Overdag kon hij op de boerderij zijn en als er gevaar dreigde, dan kon hij in een schuilhut onder de deel zich verstoppen. 'S nachts sliep hij in een hol ingegraven in het bos. Maart 1944. Het is nog heel vroeg, het heeft gevroren. Hans ligt dicht onder de dekens te slapen. Ook in de boerderij is het rustig. Het hele bos is stil. Alsof het slaapt. Of wacht het op wat er komt. Want kraakt daar een tak? Klinkt daar wat? Is er beweging rondom het hol? Raus, doe Joden! Voordat Hans het kan beseffen, wordt hij vastgegrepen. Hij wordt uit het hol getrokken en ze sleuren hem over de bevroren grond, kwakken hem tegen een boom. En ondertussen stellen ze allerlei vragen van hoe die heet, waar die vandaan komt, hoe die daar komt, wie er voor hem zorgt, of er nog meer zijn. Hij kan nauwelijks beseffen wat hem overkomt. En hij kijkt naar de soldaten en onwillekeurig ook naar de boerderij. En weer naar de soldaten en de boerderij, naar de soldaten, de boerderij en... In de loop van een geweer. Wat zou er in u omgaan? Wat zou u denken? Wat zou u doen? Kon u wat zeggen? In de boerderij hebben ze het geluid allemaal gehoord. Ze zitten rechtop in bed en Derkje kijkt Jan aan. Ze zegt, Hans? Hebben ze Hans? Zo snel als ze kan, gaat ze uit bed en loopt de huiskamer in. Kan net tussen de gordijnen door naar buiten kijken. Hans, jongen. Ze ziet hem lijkbleek
En die zwarte, donkere ogen die maar naar dat geweer kijken. Wat moet ze doen? Wat zou u doen? Zou u handelen? Hoe dan? Dan voelt een bekende hand op de schouder, Jan. Vertrouwd, sterk. En dan weet ze wat ze moet doen. Ze draait zich om, kijkt Jan recht in de ogen en ze zegt... Snel nu, jij moet wegwezen, verstoppen, naar de deel toe. Nee, zegt Jan, natuurlijk niet, ik wil toch bij jou blijven. Nee, 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 juist als je bij mij wilt blijven, dan moet je nu gaan. Weet je, ik ben een vrouw, mij pakken ze niet. Toe, snel. Ze gaan naar de deel, openen het luik en Jan gaat naar binnen. Ze kijken elkaar nog even aan, voordat het luik terugzakt in de grond. Ze strooit nog wat hooi. En het is net op tijd, want dan wordt er op de deur gebonst. Aufmachen! De Duitsers doorzoeken de hele boerderij, maar ze vinden Jan niet. Derkje en Hans worden meegenomen. Derkje Meijer van Dijk, omgekomen in Ravensbrück op 1 januari 1945. 51 jaar. Hans van Hessen, omgekomen in Mauthausen op 14 maart 1945. Hij was nog maar 32. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt. Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt. Leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn. Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het als het lijkt alsof niemand om je geeft. Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft. Leun op mij. Als je hart gebroken is. Leun op mij, kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het wachten is voorbij, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij.
kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het wachten is voorbij, hul op mij. Leun op mij. Leun op mij. Dat waren Mark Pepping en Vera Schnutman met het lied Leun op mij. We gaan nu naar een ander deel in de duinen, waar ook sporen zijn te vinden in ons dorp, die ons terugbrengen naar de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is aangeschoven Ernst Arbouw, inwoner van ons dorp, journalist, schrijver. Hij heeft een boek geschreven over twee jonge Canadezen die hier in ons dorp het leven lieten. Harold en John. En met hem ga ik in gesprek over de Canadezen, wat hen bracht om hier te komen. En nou ja, de verhalen van de individuele Canadezen die hier in de Tweede Wereldoorlog zijn gekomen. Ernst, fijn dat je ook hier met ons wil zijn. Je hebt het verhaal geschreven, het heeft een lange aanloop gehad. In 2015 had jij een ontmoeting met een boswachter in ons dorp. Die vertelde over inkervingen. En daar ontrolde zich een heel verhaal over twee Canadezen in ons dorp. Waar jij onderzoek naar hebt gedaan. Ik ben op het spoor gekomen omdat boswachter Boy Kluiving van Natuurmonumenten, die hier de natuurgebieden rond het dorp beheren, die had op de Facebook van de boswachters een fotootje geplaatst van een boom met inscripties van een Canadese soldaat. Mm-hmm. Daar stond HWR Toronto, Canada. En ik keek naar dat fotootje en ik denk, daar hoort een heel verhaal bij die plaat. Dus ik heb Kluiving, ik kende hem wel. Ja. Ik heb hem een berichtje gestuurd en ik heb gezegd, waar staat die boom, boy? Kunnen we daarheen? Mm-hmm. En toen zijn we erheen gegaan. En ja, dat is eigenlijk het begin van een zoektocht geweest. Ja. Want hè, als je initialen hebt en je hebt een woonplaats, dan wil je op zoek naar een naam. En dat is wat je bent gaan doen? Dat is wat ik ben gaan doen. En je bent daarmee ook beland in het verhaal van de Canadezen die naar Nederland zijn gekomen. Ja. Die ons hier hebben bevrijd. Ja. Wat kun je vertellen over hun binding met die bevrijding en de band met Nederland? Ik denk, en misschien is het goed om eerst te vertellen hoe ik die jongen gevonden heb. Die heb ik kunnen vinden dankzij het feit dat hij gesneuveld was. Er liggen 5000 Canadezen begraven in Nederlands bodem. Until posterity heet dat in officiële Canadese geschriften, tot in aller eeuwigheid. Ja. Een naam waarvan de initialen pasten, waarvan de woonplaats paste en waarvan het legeronderdeel paste. De 2e Canadese Infanteriedivisie, waarvan we weten, die zijn door Ilde Paterswolde getrokken naar Groningen, waar keihard is gevochten. Ja. En toen had ik dus een boom en een naam en een dode soldaat. En van daaruit ben ik verder gaan zoeken naar hoe dat verhaal in elkaar zat. En zo ben ik dus inderdaad ook op het spoor van andere Canadezen gekomen en verhalen van andere Canadese jongens die hier geweest zijn, die ook hier in Groningen gevochten hebben. Ja. En zo kwam ik in Toronto bij een fantastische man, Norm Baker, 101 was hij destijds. En zijn dochter had mij uitgenodigd om met hem te komen praten. En op een bepaald moment, ik zit daar in zijn huiskamertje aan de westkant van Toronto. En hij pakte een multomap, of eigenlijk zei hij, Ernst, geef mij even die multomap van tafel, want dan hoefde hij het zelf niet op te staan. En dan haalt hij een papier uit en dat heeft... En wat was dat voor papier? Dat was een papier wat hij gebruikte als hij lezingen gaf op Canadese scholen. Als veteraan ging hij langs scholen om te vertellen over zijn oorlogservaringen. En dit waren notities die hij gebruikt ter ondersteuning van zijn verhaal. En dat maakte diepe indruk op me. Dus hij gaf me dat vel en hij zei, nou ja, lees het maar. Herinneringen 1933-1945, dingen die me dwars zaten. Dode lichamen, beide kanten, vooral diegenen die verkoold waren door vlammenwerpers. De dode opgezwollen lichamen van dieren, ontheemde mensen met karren beladen met hun belangrijkste dierbaarste spullen. Beschadigde historische gebouwen, vooral kerken, helemaal in de puin gelegd.
Nederlandse landbouwgrond door de Duitsers doelbewust overstroomd met zeewater. En dan een paar dagen nadat ik hem gesproken had, stuurde hij me nog een mail met wat dingen die hij zich later herinnerde. Zoals ik al had voorspeld, nadat je weg was, kwamen er ineens allemaal herinneringen naar boven. Norm schrijft over het eten en de oversteek van het kanaal. En nog een keer over het bombardement bij Haute-Mesnil in Frankrijk, waar ze onder vuur werden genomen door de Royal Air Force. En toen we daar tevoorschijn kwamen, stond een van onze jongens op. Hij riep, sergeant-majoor, ik denk dat ik mijn arm verloren ben. Ik kon zien dat zijn linkermouw slap langs zijn lichaam hing. En dat is, wat mij daar zo in raakte, is dat je, als wij het over de bevrijding hebben, onze Canadese bevrijders, dan denken we al heel erg snel, het was 5 mei, we hadden onze vlaggen tevoorschijn, we deelden tulpen uit aan de jongens die voorbij kwamen in tanks en jeeps. En toen was er nog een stukje trace uit een Canadees, hè, Nederlandse meisjes die verliefd werden op Canadese jongens. En toen was het af. Maar eigenlijk is dat niet zo, hè? Wat ik net zei, er liggen 5000 Canadese jongens in Nederlandse bodem begraven, until posterity. Die hebben van Zeeuws-Vlaanderen tot Delfzijl hebben ze bijna een half jaar strijd moeten leveren. En dat was helemaal geen party met vlaggen en bloemen. Er is gevochten voor de bevrijding van ons land, voor de bevrijding van dit dorp. Ja, en dat maakt ook dat je belangrijk vindt dat we dat hier blijven doen. Die opofferingen die er zijn geweest, dat we daarbij stil blijven staan. Ja, ik ben natuurlijk eigenlijk per toeval in dit verhaal verzeild geraakt. Maar op een bepaald moment, toen ik dingen op een rijtje had, toen ik Harold gevonden had en zijn kameraad John, die gelijktijdig met hem gesneuveld is. En toen ik iets meer over hem te weten kwam, toen dacht ik wel, het is een verantwoordelijkheid om dit verhaal nu op te schrijven. Ik ben niet voor niets journalist. Ik kan dit, ik heb de gereedschapskist om het te doen. Dan moet ik het ook doen en ik moet het doorgeven aan andere mensen. Het boek eindigt in die zin ook best persoonlijk en mooi. Als je het hebt over opofferingen en hoe families daarmee omgaan. Ja, het eindigt op de plek in Eelderwolde, waar nu de rotonde ligt die toegang geeft naar Terborg. Ja. Ik heb gewoond op de plek waar nu die rotonde is. Er stond een klein huisje. Wij woonden op de bovenverdieping toen we net naar Groningen gekomen waren. En wat ik toen niet wist, en nu wel, is dat het weilandje daar aan de andere kant van de weg, na de Tweede Wereldoorlog, een jaar lang een tijdelijke Canadese begraafplaats is geweest. Ja. Daar is Harold begraven. Op 17 april, de dag na de bevrijding van de stad Groningen, de dag nadat Harold was gesneuveld, schreef de legerpredikant van de Tweede Divisie een brief aan Harold's moeder in Toronto. En hij schrijft, het staat hier in het Engels, ik lees het even in het Nederlands voor. Fijn, ja. Hij schrijft, de begrafenis heeft vanochtend plaatsgevonden op een tijdelijke Canadese begraafplaats. Aan de rand van een klein Nederlands dorpje dat Eelderwolde heet, vlakbij de stad Groningen. Er is maar weinig wat iemand onder deze omstandigheden kan zeggen, behalve misschien dit. U mag trots zijn op uw zoon. Hij heeft zijn rol gespeeld bij de bevrijding van Nederland. En om hun waardering te tonen voor datgene wat uw zoon en de andere Canadezen die met hem liggen hebben gedaan, hebben de Nederlanders hun graven bedekt met bloemen. Grote tulpen in een vaas stonden er toen ik hier vanochtend wegging. En op zijn graf lagen nog meer tulpen. Zijn opoffering is niet onopgemerkt gebleven door degene die jij heeft helpen bevrijden. Dankjewel, Ernst. Graag gedaan. Het grijpt me ook nu aan, jouw verhaal, het verhaal van Anneke. Ik denk ook dat dat maakt waarom we dit verhaal blijven vertellen. En dat we het moeten blijven herdenken. Dankjewel. Vera Sutman gaat nu voor ons het lied What the World Needs Now zingen. En nadat zij dat heeft gezongen, gaan we luisteren naar de toespraak van burgemeester Thijssen. Now
Vandaag herdenken we. Vanavond zijn we stil. 2 minuten. 2 minuten voor alle burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord in oorlogen of conflicten, waar ons land sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bij betrokken is geweest. We staan stil. We staan stil bij de deportatie en het vermoorden van Joden, Zigeuners, homoseksuelen, gehandicapten en andersgezinden. We denken vanavond aan de verzetstrijders en militairen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. We herdenken om ons respect te betuigen aan de slachtoffers en om ons de gruwelijke van de oorlog actief te blijven herinneren. In totaal kostte de Tweede Wereldoorlog aan minimaal 55 miljoen mensen het leven. Dat is 17 doden per minuut. En dat 5 jaar lang. 24 uur per dag. De prijs van de vrijheid is hoog. Dus dit nooit, nooit weer. Waar staan we nu eigenlijk na 76 jaar met de vrijheid? Als u het mij vraagt, wonen we nu in een van de beste en gelukkigste landen van de wereld. Ons land is de loop der jaren groot geworden door de vrijheid. En ook door de verschillende meningen. Natuurlijk wrijven af en toe die vrije meningen. Maar ons land wordt daar alleen maar sterker van. Altijd op voorwaarden van onderlinge gelijkheid. Maar hoe kan het nu dat die vrijheid niet altijd goed aanvoelt? Waarom heerst er bijvoorbeeld zoveel verdeeldheid over de coronamaatregelen? Waarom laten we opportunisten toe om te spelen met feiten? Waarom duikelen experts, politici en complotdenkers over elkaar heen? Waarom lijkt het dat we steeds verder van elkaar afkomen te staan?
Waarom lijkt het dat de discussie zich steeds verhardt? Waarom voelen steeds meer mensen zich buitengesloten? Vrijheid. Onze zwaar bevochten vrijheid is een hele verantwoordelijkheid om ermee om te gaan. We leven nu in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Churchill zei ooit, never waste a good crisis. Laat ons dus leren van de situatie waar we nu in zitten. En letterlijk en figuurlijk weer dichter tot elkaar komen. Dit is ook de tijd van de hartverwarmende acties. We hebben staan klappen voor de zorg. We hebben tekeningen gemaakt voor onze eenzame ouderen. We hebben boodschappen bezorgd in de buurt. We hebben voedselpakketten verstrekt. En we hebben massaal afhaalmaaltijden gegeten om onze horeca te steunen. We hebben nog steeds oog voor elkaar. En bovendien is de behoefte aan contact van mens tot mens nog nooit zo groot geweest. Dat geeft me vertrouwen in de toekomst. Kom zodra het mag achter uw voordeuren. Achter uw voordeuren en beeldschermen vandaan. Ontmoet elkaar weer. Kijk elkaar straks wat vaker in de ogen. Luister naar elkaar. Doe kritisch, maar altijd met respect voor elkaars opvatting. Sluit de ander nooit uit. Iedereen doet ertoe. Dat is de basis. Vrijheid begint bij uzelf. Ook vandaag. Uw vrijheid en uw invloed op een ander. Geef elkaar de ruimte om vrij te zijn. Ik wil graag afsluiten met het gedicht Vrijheid van Marion Bloem, dat zij in 1997 schreef. Als vrij zijn is, jij achter tralies, want dan hoeven wij niet bang te zijn voor al jouw anders zijn. Als vrij zijn is, de dag van morgen strak bepalen door de dag van vandaag iets minder dag te laten zijn. Als vrijheid mij beschermt tegen jouw ideeën die voor mij te anders zijn, dan is vrijheid munt voor mij en kop eraf voor jou. Laten we herdenken. Beste dorpsgenoten, jongens en meisjes, daarmee zijn we aan het eind gekomen van het programma vanuit de Dorpskerk. Uiteraard vragen we u om straks om 8:00 twee minuten stilte in acht te nemen. We willen u er ook op wijzen dat het nog mogelijk is om vanavond bij het monument van Stoffel Holtscher op de begraafplaats bloemen te leggen. Er zijn scouts aanwezig die u bloemen kunnen aanreiken. En er staat ook een erewacht bij het graf van de Engelse soldaten die met de Lancaster zijn neergestort in de buurt van Eelderwolde. U bent daar tot 9:00 meer dan welkom. Rest me nog te zeggen dat ik u volgend jaar hoop te zien bij een live bijeenkomst hier in de kerk of begraafplaats of waar dan ook in ons dorp, om dan weer samen met elkaar 4 mei te kunnen herdenken. Dank u wel.